Ik ben Mark Veldkamp. Ik sport al mijn hele leven. Ik ben eigenlijk een soort van sportverslaafd. Ik ben begonnen ooit met tennissen. En daarna overgestapt naar squashen, omdat dat verschrikkelijk goed ging. En heb in het squash alles gedaan wat je maar kon verzinnen. Ik ben bestuurslid geweest, ik heb bij de bond gewerkt, ik ben scheidsrechter. Ik heb eredivisie gespeeld, ik ben trainer tot op het hoogste niveau. Dus ik ben zeg maar in hart en nieren een sporter. Ik vind eigenlijk al jarenlang dat er een bewegingsarmoede in Nederland is. En ik ben ook een groot voorstander van bijvoorbeeld elke dag sporten. Op lagere school, basisschool, hogeschool, verzin het maar. Gewoon elke dag een uur minimaal sporten zou verplicht moeten zijn wat mij betreft. Zover je dat niet van huis uit meekrijgt, zou dat gewoon op school plaats moeten vinden. Dus daar kan ik me echt heel erg over ergeren. En over het feit dat er zeg maar heel veel geld gaat zitten in zorg achteraf. Met verzekeringen, als het allemaal al fout is gegaan. En veel te weinig geld in preventief ervoor zorgen dat mensen gewoon een gezonde levensstijl hebben. Waar bewegen gewoon bij hoort. Die app van professor Scherder, zeg maar, ommetje. Ja, dat zijn gewoon dingen die het net even ietsje leuker maken. Het interactieve scherm is een soort van Wii. Alleen in plaats van dat je in het luchtledige staat te maaien naar een scherm. Wat je zeg maar ook op de bank kan doen met je pols. Sta je op een speelveld ballen te gooien, te schoppen of te slaan. Waarbij je zeg maar, je eigen bal steeds weer moet vangen en weer door moet spelen. En dit is gewoon gamen met sporten. Dit is gewoon de combinatie van gamen en bewegen. En een spelletje om de hoogste score te halen of om je maatje te verslaan is gewoon leuk. Dat geldt voor bordspelletjes, dat geldt voor gamen en dat geldt voor sporten in zijn algemeenheid. En dit is nu juist die combinatie van spelletjes en sporten. Zeg maar op squashbanen tegenkomen, in gymzalen, in buurthuizen, speelparadijzen, e-sportcentra, bedrijfskantines. Eigenlijk op elke plek waar je een witte muur hebt, waar je op kan projecteren en een meter of 5-6 ruimte hebt. Om een bal te gooien en te vangen, kan je dit doen. En dit wordt denk ik net zoals in de tijd het digibord op de lagere scholen. Was iedereen blij dat er eentje was op een school en nu hangt die in elke klas. En ik verwacht dat in iedere gymzaal over enige tijd zo'n interactieve muur aanwezig is. Of die nu van mij is of van mijn concurrent. Ik denk dat gewoon een soort van standaard asset wordt van een gymzaal. Kijk, wat mij heel erg opvalt, is dat eigenlijk de sportwereld eigenlijk ontzettend conservatief is. He, die vindt hun sport mooi zoals die is, zoals die 100 jaar geleden uitgevonden is. Heel mondjesmaat wordt er verbeterd als het echt niet anders kan. En dit is echt een toevoeging voor meerdere sporten. In het bewegingsonderwijs is ook het conservatisme is vrij hoog, zeg maar. Ja, er zijn altijd mensen die voorop lopen en die het fantastisch vinden. Maar je hebt ook die mensen die zeggen van, nou, die elektronische zooi, dat is gewoon helemaal niks. Ze moeten gewoon over een bokkie springen. Het is gewoon leuk. Als je, zeg maar, kinderen, zelfs kinderen die niet aan balsporten doet, hier op die baan zet, vinden ze het onmiddellijk leuk. Ja, en dat is het. Weet je, en als het leuk is, waarom zou je het dan niet doen? En waarom zou je het dan niet in je sport inbrengen?